Hallo allemaal, fijn dat jullie weer kijken voor een derde opgemaakt filmpje van dit jaar. Ik heb weer mijn bourgeois tas langs mij en deze zit boordevol producten die ik heb opgemaakt. Dus ik ga gewoon gauw van start gaan, niet te veel tijd verliezen. En van sommige producten heb ik inmiddels een uitgebreide review online staan op mijn blog. Dus ik beloof hier ergens in de descriptiebox of in de infobox wel een link te plaatsen naar mijn artikel, zodat jullie kunnen doorklikken en indien jullie dat wensen, kun je dan daar alle info over de producten en mijn mening nalezen. Ik ga gewoon van start. Ik heb even aan de kant al een paar staaltjes gelegd. Dus daar zal ik eerst mee starten. Dus ik heb de voorbije maanden enkele staaltjes uitgeprobeerd, gewoon om te kijken wat ik ervan vond. Als eerste heb ik de Flora by Gucci parfum uitgetest. Dit vind ik echt een heel erg lekkere geur. Het is heel bloemig, maar ruikt wel heel erg lekker. En dan heb ik de Womanity van Thierry Mugler. Ja, van Thierry Mugler getest. Maar die laatste is absoluut mijn ding niet. Veel te zwaar. Ja, ik weet niet wat ik van die geur moet vinden. Totaal niet mijn ding. En ik heb hem gewoon maar één keertje gebruikt. Maar nadien ook niet meer. Dus deze belandt bij mij de vulbak in. Dan heb ik een klein testertje gebruikt van de Rituals 24-hour Hydrating Gel Cream. En dat is dus een dagcreme speciaal voor de normaal tot gecombineerde huid. En deze, daar heb ik al eens een iets groter sampletje van uitgeprobeerd. Daar was ik zeer tevreden over. Lichte textuur, een gel cream textuur. Voelt fris en matteert ook de huid iets of wat. En ja, zorgt er eigenlijk voor dat het ook doorheen de dag niet gaat glimmen. En voelt gewoon heel erg fijn aan. En bevat heel wat natuurlijke complexen van ingrediënten. Dus dat is ook altijd wel heel erg fijn. Verder kreeg ik een tijdje geleden ook een ander Rituals staaltje. Dat ik heel erg benieuwd naar was. Omdat ik er al zoveel goeds over gehoord had. En dat is namelijk, dit is de Magic Touch. En dat is een Ultra Rich Whipped Body Cream. En deze ruikt heel erg lekker. Heel zacht. Heel fris ook wel anderzijds. En ja, voelt ook gewoon heel erg fijn aan. Het is zo'n dikkere crème die je dan, waarin je heerlijk je lichaam kunt mee inmasseren. En ja, voelt gewoon heel erg prettig aan. Dan heb ik nog een mini staaltje getest of uitgeprobeerd. Dit is de nieuwste geur van Issey Mikkay. Maar dat is zo'n klein doekje dat je dan krijgt. Stel eigenlijk niet veel voor. Je kan er amper een keertje gebruiken. Maar het is een hele lekkere geur wel. Vrij bloemig ook wel. Maar fris geurtje voor de zomer. En dan heb ik ook nog een ander testertje geprobeerd. En daar heb ik toch wel een drietal keer kunnen gebruiken. En dat is de Clinique Super Balanced Make-up Foundation. En deze heb ik volgens mij in een paar looks laten zien voorbij komen op mijn blog. Dus was een fijne foundation. Voelde fijn aan, vond ik, op de huid. En was naar mijn mening voldoende dekkend voor mij. Maar ja, ik hou niet zo van ultra dekkende foundations. Dus als je op zoek bent naar een iets meer dekkende foundation, dan weet ik niet of de Super Balanced wel iets echt voor jou is. Dat laatste product, dus die Super Balanced foundation, zou ik wel durven aan te kopen. Of kunnen aankopen. Alleen anderzijds houdt de prijs van zo'n parfumerie foundation mij vaak ook wel tegen om effectief over te gaan tot een aankoop. Dus, maar dat zijn de staaltjes die ik heb gebruikt. Ik heb ook nog wel wat andere travel size formaten gebruikt, maar die laat ik zo dadelijk wel heel eventjes voorbij komen. Dan een absolute must have, al vind ik het zelf, is de Nivea Body Lotion voor onder de douche. Deze kost denk ik rond de 6 euro, tussen de 5 en de 6 euro. En die moet je gewoon eens een keertje kopen om te testen bij je thuis. Het is echt een heel erg fijn product. En hier heb ik een heel uitgebreide review over online staan. Dus daar komt een linkje naar, dus kan je gewoon doorklikken. Dan heb ik heel wat groene producten opgebruikt. Ik laat ze in mijn tas grabbelen. Namelijk deze groene
producten van Schwarzkopf Professional. En dit is uit de Essensity lijn. Daar heb ik ook een uitgebreide review over online staan. De shampoo en conditioner heb ik effectief helemaal opgebruikt. Het leave-in haarmasker heb ik amper gebruikt. Een paar keer gewoon puur om te kunnen testen voor een review te maken. Maar dit product werkt gewoon absoluut niet voor mij. Is helemaal mijn ding niet. Ik zou zeggen, ik zou het laten in mijn badkamerkast kunnen laten staan. Maar ik weet gewoon, ik ga het niet meer gebruiken. En dan is het zonde om het in mijn badkamer te laten staan. Want dan staat het weer, ja. En dan komt het na een jaar er weer eens een keertje uit. En ja, dus ik ga het gewoon mee in de vuilbak doen met mijn lege verpakkingen. Jammer, maar helaas, over deze producten was ik wel erg tevreden. En dit is een lijn speciaal voor gekleurd haar. Verder heb ik... dat is iets... misschien ook wel kort even vermeld. Dit is de Adidas Pure Game Douche Gel. En dat is uiteraard niet iets wat ik gebruikt heb of opgebruikt heb, maar wel mijn vriend. Ik vind dat namelijk wel fijn als hij zijn eigen bad- en doucheproducten heeft om te gebruiken. En meestal wisselt hij af tussen Adidas en Axe. Dus dit is dan een douche gel die hij heeft opgebruikt. Dan een tandpasta die ik heb opgebruikt. Namelijk, dit is de Oral-B 3 de White Glamour tandpasta. Dit is een soort whitening tandpasta. Was ik erg tevreden over. Heeft zo'n eerder een zoete muntsmaak, vind ik. Ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet omschrijven. Maar of ik nu effectief merkte dat het effectief ja, een whitening tandpasta was, weet ik niet zozeer. Nu, het is een product wat een tandpasta die ik inmiddels al opnieuw heb aangekocht. Dus op zich ja, ben ik hier wel tevreden van. Ik denk dat ik hier een review over online staan heb. Maar ja, ik ga zoeken. En mocht dat het geval zijn, dan zal de link ook wel verschijnen. Wat heb ik dan voor de rest nog opgebruikt? De anti-klit shampoo van het huismerk Kruidvat. En dit is een baby shampoo. Waarom gebruik ik een baby shampoo? Eigenlijk zeer regelmatig voor mijn kwasten te reinigen. Aangezien een baby shampoo heel erg mild is, is het ideaal geschikt om je kwasten te reinigen. En natuurlijk ook om de haartjes ja, te verzorgen. En anderzijds gebruikt mijn vriend ook heel vaak baby shampoo. Ja, hij heeft last van psoriasis. En meestal wisselt hij dan de producten van de apotheek af. Speciaal voor psoriasis. Met een milde shampoo. En dan is een baby shampoo ideaal. Zeer budgetvriendelijk. En uiteraard even goed van kwaliteit als de gewone Zwitser shampoo. Dus daar spendeer ik meestal niet zoveel geld aan. En dan koop ik of kies ik liever voor eigenlijk de Kruidvatversie. Dan heb ik ook nog een handzeep opgebruikt. En dit is een handzeep. Deze noemt Nectar of Nature. En dat is van het merk Le Cosmétique Design Paris. Een merk dat exclusief te koop is bij de Carrefour. En dit is een Marseille zeep verrijkt met citroenextracten en olijfjes. En was van geur heel erg lekker. Heel fris. En anderzijds zit er ook zo ergens een heel klein beetje een zoet geurtje aan. Maar een heel fijne handzeep. En die pompflacon ga ik bewaren. Die ga ik gewoon uitspoelen en te goed uitwassen. Want je kan bij de Carrefour dus navelverpakkingen kopen voor deze handzeep. En ja, prima product. En het doet mij eigenlijk anderzijds ook wel denken aan de L'Occitane handzeep. Dus waarom 14 euro spenderen als je deze voor minder dan 4 euro hebt? Is soms... Je moet het soms niet zo duur zoeken en het is een prima handzeep. Dan heb ik nog een andere shampoo en conditioner opgemaakt. En daar heb ik ook een uitgebreide review over online staan. Dit is namelijk de shampoo en conditioner van het merk Orofluido. En dit zijn fijne producten met zo'n hele warme oosterse geur. En deze shampoo is een speciaal product, namelijk het is niet een gewone shampoo, maar een olie shampoo. Dus iets rijker van textuur en een olie en waterimulsie. Kan je zeggen, ja, ik weet niet of dat de juiste benaming is daarvoor, maar het is alleszins een olie shampoo. En deze doet mijn haren heel erg mooi glanzen. En hier staat een uitgebreide review over online.
met een verkooppunt waar je de producten kan kopen. Dan heb ik 3 deals opgebruikt. Ja, het wordt terug wat warmer, dus deals vliegen erdoor. En dit is de Far Pink Passion deal. Dit is een fijne deal. Ik weet nu niet, ik denk dat dat mijn tweede flacon is die ik dit jaar al opgebruik. Nu weet ik niet zeker of bij mijn vorig filmpje ook al de Pink Passion deal bij zat. Ik denk het wel. Maar Pink Passion, je moet een klein beetje oppassen dat je na het scheren niet meteen deze deo gebruikt. Omdat dan kan het een beetje gevoeliger aanvoelen. Daarentegen kan je wel de Sanex Dermo Protector gebruiken. Deze bevat 0% alcohol. En zorgt er eigenlijk voor dat je oksels mooi verzorgd blijven. Werkt prima en bevat ook helemaal geen geur als je niet houdt van geparfumeerde deodorant, dan kan je eventueel deze kopen. Dit is een roller. En dan heb ik nog een travel size deo'tje opgebruikt. En dit is de Beauty Finish van Dove. En dit vond ik een heel erg fijne deo omwille van de geur. Het is eerder zo'n, ja, een zachte, poederige geur. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven, maar ik hou er wel van. En ik vind dat de Dove deo's van kwaliteit ook heel erg goed zijn. Dus kan ik ten sterkste aanbevelen, die Dove deo. En is qua aankoopprijs ook helemaal niet zo duur. Dan heb ik een body lotion opgebruikt van de Body Shop. En ik kan me dus niet meer inbeelden wanneer ik ooit nog een body lotion opgebruikt heb. Maar dit is dus een fenomeen, een echt feit. En dit is de Love Etc. Sunkiss versie. Dat was uit de editie van vorig jaar. Dus een limited edition versie van de gewone Sunkiss versie. En dit noemt de Body Shop een body puree. En het was een iets lichtere textuur. Ik zou het eerder omschrijven als een soort gel cream dat geparfumeerd is, want dat is hij wel. In vergelijking met een gewone body lotion, die is ook geparfumeerd, maar dit is zo'n echte geparfumeerde body lotion zoals je bij de parfumerie body lotions koopt met een echte geur aan. En dat versterkt natuurlijk ook als je dezelfde parfum hebt, zo lijkt ik. Ik had van deze dan ook dezelfde parfum gekocht. Maar als je dan de combinatie doet, dan heb je echt zo'n parfumgeur die echt ook heel erg lang blijft zitten. Werkte fijn, maar ja, is helaas dus niet meer te koop. En ondertussen heb ik ook al een nieuwe body lotion in gebruik, eentje van Nivea, dus die ben ik uitgebreid aan het testen. En tot slot heb ik dan nog 3 producten van het gelaat opgebruikt. Excuseer. Dit zijn travel size verpakkingen en dit is een full size. Dit is de Bruno Vasari Skin Comfort Calming Daytime Lotion. En ik weet niet of jullie het merk Bruno Vasari kennen, maar dat is een professioneel merk dat je kan kopen bij schoonheidsspecialisten die met het merk Bruno Vasari werken. En dit is eigenlijk een dagcreme uit het Sensitive gamma, zal ik maar zeggen. Niet dat ik een gevoelige huid heb, maar de schoonheidsspecialist heeft het eerder aangeraden omwille van de textuur. Het is een hydraterende dagcreme die daarnaast ook zeer geschikt is voor normaal tot gemengde huid. En dat heb ik namelijk. En ik merkte inderdaad dat deze dagcreme hydrateerde mijn huid heel erg zonder dat het ook ging glimmen. En daar hou ik wel erg van. Dus ook een soort gel cream was deze. Fijn product, had zo'n beetje een lavendelgeurtje. En ook een heel erg hygiënische verpakking, zo'n pompflaconnetje. Dus dat was prima. Zou ik zeker en vast opnieuw aankopen, mocht ik door mijn voorraad dagcremes zijn. Alleen, ja, het is natuurlijk qua aankoopprijs iets duurder dan een gewone dagcreme. Maar dat had ik er wel voor over. En dan had ik ook nog van 2 travel size productjes, zal ik maar zeggen, opgebruikt. Ook van het professionele merk Dermalogica. En dit is een scrub die je ook kan gebruiken als masker. En dat is deze noemt de Ready Set Scrub. En dit is de Welcome Matte SPF 15. Dus dit is een scrub en dit was ook een dagcreme. Pluspunt aan deze dagcreme vind ik dat er een SPF 15 in zit. En deze producten zijn uit een gamma dat speciaal ontwikkeld is
enig jaren geleden, ik denk al in 2008 of 2009, dus dit gamma bestaat al enige tijd. Speciaal eigenlijk voor jonge meisjes, jonge jongens die op zoek zijn naar huidverzorging, die er niet al te veel geld aan willen spenderen, maar anderzijds ook ja, een product willen hebben of producten willen hebben die ja, wat werken op acne, zal ik maar zeggen. Ik heb geen acne in mijn gezicht. Ik kreeg dit setje ooit ter review en ja, ik heb het verder opgebruikt. En voor mij werkte het op zich wel. Het is een deze dagcreme heel erg fris. Het is een lotion dagcreme zou ik al kunnen zeggen. Het is een hele lichte textuur. En ja, de SPF vind ik dus een pluspunt. En is een moisturizer, dus het hydrateert en controleert shine, dus anti-shine, anti-glimmen. En deze, dus de Ready Set Scrub, is dus te gebruiken als scrub, maar ook als masker. Dus je brengt het aan, er zit zo'n heel klein fijn korreltje in. Ik breng het meestal aan, dan liet ik het even inwerken en dan bevochtigde ik mijn vingertop en ging ik in ronddraaiende bewegingen eigenlijk het product dat een klein beetje opgedroogd was terug inmasseren en dan werkte dat als scrub. En dit is een product dat zowel poriverfijnend werkt als ja, werkt tegen puistjes doordat het een masker is. En volgens mij, als ik het mij niet vergis, zat hier salicylzuur in. Dus dat zorgt sowieso al om. Salicylzuur is iets wat ook in de pori kan reinigen, waardoor ja, natuurlijk goed is als je zeker als je zwarte puntjes hebt. Voilà, dus zoals jullie zien weer heel wat producten opgebruikt. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Mocht je nog vragen over bepaalde producten hebben, stel ze gerust. En anders zie ik jullie in een nieuw filmpje. Doei!